De maand maart is de internationale darmkankermaand. Ter gelegenheid hiervan staat er in het CWZ een levensechte opblaasbare darm waar je doorheen kunt lopen, zodat je met je eigen ogen kunt zien hoe darmpoliepen en andere afwijkingen eruit zien. We stappen hier eigenlijk binnen bij een reusachtige darm. Vertel, waarom is dat nou belangrijk dat het hier staat? In maart is het darmkankermaand en vragen we landelijk gezien aandacht voor darmkanker. Hey, en als we dan hier eens eventjes doorheen lopen, wat valt er hier dan allemaal te zien? Nou, dit is normaal darmslijmvlies. Mooi roze, erg goed doorbloed. Hier zie je darmkanker. Ja. En daarin zie je dat het echt op de wand zit. En darmkanker groeit heel hobbelig en mobbelig. Is vaak heel rood van kleur en bloedt gemakkelijk. En welke signalen kunnen mensen nou herkennen dat ze geen stadium van darmkanker hebben? Ja. Polypen merk je aan bijna niets, maar darmkanker kun je wel merken aan je lijf. Mensen kunnen veranderingen hebben in het ontlastingspatroon, kunnen bloed of slijm bij de ontlasting verliezen, kunnen onbedoeld gewicht verliezen. Ook het hebben van loze aandrang, dus dat je denkt naar de toiletten moeten voor ontlasting, maar daar komt geen ontlasting. Ook vermoeidheid door bloedarmoede zou een signaal voor darmkanker kunnen zijn. Dus best wel wat signalen. Ja. Maar is er dan ook iets wat ze meteen kunnen doen? Nee, het enige wat je kan doen is het goed in de gaten houden. Mm-hmm. Dus kijken naar het hebben van ontlasting, even achterom naar je ontlasting. Hoe ziet dat eruit? Ja. Voor de patiënten die 55 jaar tot 75 jaar zijn, is meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Want dat maakt dat je in een vroeg stadium polypen of darmkanker kunt vinden. De opblaasbare darm staat er nog tot en met deze donderdag.